Ik vind het zo erg. Anne, ik geloof in je. Je hebt dit al zo vaak gedaan, maar dan met andere pompen. Ja, maar nu heb ik geen controle. Nee, klopt. Nu kan ik niet... In deze video gaan wij de Omnipod uitproberen. Ja, we gaan hem allebei een week testen en dan laten we zien wat we ervan vonden. Waar weet ik dat? Hier? Dat lijkt me prima. Zo? Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Ja, wat heb ik hem hier? Zo. Oké. Okay. Nou, je met je vinger eromheen dat de randjes vastzitten. Ja, zitten ze vast? Ja. Oké, en dan... Nou wordt het spannend, ja, hè? Ja, hier heb ik filmpjes over gezien. Start, dan gaat hij beginnen. En hij schijnt dus heel erg te gaan tikken. Ja. Start. Dat is echt heel eng. Au. Het is wel een hele kleurrijke combi zo, met die koffer erop en dan... En die koffer. Ja. En nog een sticker van mijn sensor. Ja. Maar zo die twee bij elkaar, die roze en die groene, super kleurrijk. Ik heb nog toneel vanavond, hè? Dus ik moet iets meer worden, is wel normaal. Ik had het ook al gedaan, aangepast. Ja, ik doe denk 5-1-1 in plaats van 6. Invoeren, bevestig. Oh, je hebt ook 5. Ik heb 4.6 gedaan. Ja, maar toneel is iets minder intensief dan voetbal, hè? Ja, daarom 0,4 minder. Voel je het? Nee, maar je hoort hem wel. Ja. Hoor je het? Ja, ik hoor hem ook tikken, ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik kom net terug van toneel. De Omnipod zit nog steeds op mijn arm en ik heb even gedoucht ermee. En ik vond het echt super fijn om even niet aan het draadje te zitten. Want bij toneel schuif je best wel veel over de vloer. En je draait rondjes en je bent allemaal rare dingen aan het doen. Want het is improvisatietheater. En die Omnipod houdt dat super goed. En normaal valt mijn Medtronic pomp valt dan nog wel eens uit mijn zak of zo. En dat gebeurde nu niet. Dus tot zover vind ik het eigenlijk super fijn om even een keer niet aan een draadje te zitten. En ik ga zo naar Zumba. Dus ik wilde mijn Omnipod op een tijdelijk bazaal zetten van de helft alvast. Zodat er wat minder insuline in mijn lichaam zit. Maar dat kon niet, want dat was te weinig insuline voor deze bazaalgrootte. Dus als je heel erg kleine stapjes bazaal hebt, dan is hij misschien iets minder handig. Omdat je dan gewoon niet een tijdelijk bazaal kan zetten. Maar dan maar helemaal uit moet zetten, wat ik nu ook heb gedaan. Verder ook heel chill aan de Omnipod is dat er een meter in zit. En de stripjes zijn best wel fijn. Er zat ook een vlindertje op, dat vind ik eigenlijk heel leuk. En ja, bij de kaleido moet je dat dus allemaal los nog meenemen. Ja, ik snap ergens wel waarom ze daarvoor gekozen hebben. Maar ik vind het bij de kaleido wel echt veel handiger dat je gewoon meteen in je PDM ook je bloedsuiker kunt meten. Dat is wel echt heel praktisch. I keep a photograph in which we were in love caught in your... Goedemorgen. Ik heb niet zo heel fantastisch geslapen, want ik had een beetje last van dat ding op mijn arm. Ja, ik weet niet. Hij is toch best wel hoog. Dus als je er op gaat liggen, dan drukt dat zo helemaal in je arm. En dat ligt gewoon niet fijn. En ik ben best wel wat gewend qua dingen op mijn arm hebben. Maar bij Kaleido gaat het eigenlijk altijd prima. Maar die is ook een stukje platter. Ik vond dit wel echt even vervelend. Maar goed, het is... Nu ongeveer 20 uur de Omnipod en ik vind het echt super fijn. Ik ben alleen al 3 keer de PDM kwijt geweest. En ik wist ook al dat dat ging gebeuren, want ik ben heel erg chaotisch. Maar dat gaat helemaal goed komen verder. Ik heb hem niet gemerkt bij het slapen, dus dat is heel prettig. Het is dag 3 met de Omnipod. Hij zit er nog best wel goed op. Alleen ik heb vannacht blijkbaar heel onrustig geslapen en achter dingen gehangen en erop gelegen. En nu is hij super gevoelig. Dus ik hoop dat dat overgaat en met de volgende pot niet zo is. Want anders is dat wel een nadeel, omdat hij best wel groot is en dan aan je huid trekt. Gaat dat best wel snel pijn doen. Voor ik de Omnipod ging gebruiken, was ik daar eigenlijk nooit zo positief over. Ik vind het een heel lomp product. Ik vind hem eigenlijk heel lelijk, vooral de PDM. En ik vind de pot ook heel lelijk, want het is een beetje zo'n half transparant wit. Dat ik denk, maak het helemaal wit of geef het een leuk kleurtje. Maar niet doorschijnend. Alleen nu ik hem een tijdje gebruikt heb, ben ik er echt super positief verrast over.
Want in een op een bepaalde manier lijkt hij heel erg op de Kaleido, omdat het dus ook semi-patchpomp is. Of ja, de Kaleido is semi-patchpomp. Omnipot is echt een patchpomp. Dat verschil maakt voor mij niet zo heel veel uit of het nou semi-patch of patch is. Maar praktisch gezien is de Omnipot echt veel handiger. Je hoeft veel minder mee te nemen. Het wisselen is minder werk. En het levert gewoon veel minder gedoe op. De Kaleido is echt... Ik hou van Kaleido. Kaleido zit in mijn hart. Ik vind dat bedrijf heel leuk. Ik vind die mensen heel leuk. Ik vind het product echt super bedacht. Maar het is gewoon heel veel gedoe. En de Omnipot is dat niet. Het is gewoon gemaakt voor het leven en praktisch. En ja, ik moet toch toegeven dat het echt een handig product is. Ik heb de Omnipot nu op mijn buik en kijk, door een strak hemdje zie je hem wel. Maar als je er een losser shirtje overheen hebt, dan zie je hem daar eigenlijk niet zitten. Ik denk wel dat hij wel lastiger te verstoppen is onder badkleding dan bijvoorbeeld een draadjespomp. Aan de andere kant kun je hem wel weer de hele tijd ophouden tijdens het zwemmen. Dus dat is ook wel weer een voordeel. Verder vind ik hem echt super chill, want het voelt bijna alsof ik geen pomp aan me heb zitten. Want ik heb ruim 4 jaar met een draadjespomp gelopen en zo'n patchpomp is toch wel, is dan best wel zeg maar onvoelbaar. En dat is echt heel fijn. Ik ben thuis van volleybal. Het is nu, even kijken, 12:30 geweest. Ik heb super laat training altijd. Het ging wel best wel prima met de Omnipot op mijn arm. Hij zat daar eigenlijk goed. Ik zwaai wel heel veel met mijn armen met volleybal. Dus dat vind ik af en toe een beetje vervelend. Omdat ik dan wel bang ben dat ik hem eraf sla. Maar hij zit echt wel goed vast. En ook met zweten en zo. Hij zit er echt nog goed op. Ik heb wel heel veel langs de kant gezeten met de training. Maar dat had meer te maken met het feit dat ik geen sensor meer heb. En dan zit ik echt aanzienlijk meer de langste kant. Ook al heb ik tussendoor, nou ja, ik geloof dat ik 6 keer geprikt heb tussendoor. En ik ga nu ook nog even meten voor ik ga slapen. Ik moet zeggen dat ik me een beetje trillerig voel. Maar het lijkt me ook sterk dat ik nu een hypo heb. Want ik heb wel flink gegeten tussendoor en op het einde van de training zat ik weer goed. Dus nog heel even een prikje. Kijken. Er zit trouwens een lampje in. Zo zie je hem goed. Dan kun je 's avonds goed zien. Ik ben net deze bloedprikken. Dat was best wel leuk eigenlijk. Ik heb echt een hekel aan bloedprikken. Maar die mevrouw was echt super lief. Ze zag de Omnipot op mijn arm zitten en ja, zag dus wel meteen dat ik diabetes had. En daar ging ze van alles over vragen. Maar dat was best gezellig eigenlijk. Klein probleempje, de pot is verlopen. Hij begint ook al een beetje los te raken aan de randjes. Maar ik ben nog tot 11:00 hier en ik heb geen nieuwe bij me. De Omnipot is weer aan vervanging toe en hij blijft piepen. En het is bloedirritant, want ik wil hem nog niet vervangen. Dit is trouwens een naaldje van de Omnipot en die wordt automatisch je lichaam ingeschoten, dus dat is wel handig. Hoef je zelf niks voor te doen. En hij zit schuin. Het regende echt super hard, dus ik ben helemaal nat geregend. En de PDM ook, maar hij functioneert nog. Ik weet eigenlijk niet hoe waterdicht hij is, maar een regenbuitje kan hij dus prima aan. Over bolus in les en zo, hij is niet heel stil. Als je bolus, dan heb je een piepje en die kun je niet uitzetten. Plus de pot tikt heel erg als je bolus. Dat is een beetje alsof iemand met zo'n nagelknippertje nagels knipt. En het is ergens een heel rustgevend tikje, maar het is ook ergens heel erg irritant. Want dat maakt het bijna onmogelijk om stil te bolussen als het ergens heel erg stil is, want dat hoort iedereen. Ik deed ook tijdens de studiegroep bolussteek en iedereen keek mijn kant op, want het ding tikte echt ontiegelijk hard. Zo ziet de Omnipot er nu op mijn arm uit. Ik vind hem echt niet zo mooi eigenlijk. Zonder het hoesje vind ik hem echt heel medisch en zo. Niet mooi uitzien.
Met het hoesje erop is het stuk beter. Mijn broertje vindt het een beetje op een blok klei lijken. Ik vind het nog steeds niet echt mooi, maar ik vind het wel heel goed dat Sugarfam deze koffers maakt. Want dat ziet er echt wel een stuk beter uit. De pleister laat een beetje los, maar volgens mij blijft hij nog wel zitten. Ik heb een beetje last van jeuk bij de canule, maar dat kan ook aan mij liggen. Want ik heb wel vaker ontstoken infusieplekken en dat soort dingen. Dus dat ligt waarschijnlijk aan mij. Verder vind ik het best wel een moeilijke afweging, Kaleido of Omnipot. Ik vind de Omnipot echt wel veel praktischer. Het is praktischer verpakt, het werkt makkelijker, je hoeft minder mee te nemen. En het is echt gewoon organisatorisch veel makkelijker. Kaleido daarentegen is veel mooier. En die mensen hebben iets meer erover nagedacht dat diabetes iets is waar je mee leeft. En alles wat zij doen is niet zo medisch. Kaleido straalt helemaal niet uit alsof het een medisch product is. Dus wat vond jij van de Omnipot? Ik vond hem wel heel fijn. Ik was wel positief verrast door het gemak dat het met zich meebrengt. Ja, ik vond het eigenlijk heel fijn dat hij geen draadje had. En ik vond hem ten opzichte van de Kaleido inderdaad wat makkelijker. Hij is alleen wel een beetje groot. En ja, hij is heel mooi. Praktisch onhandig met dragen. Voor een meer technische kant van deze pomp heeft Arthur van Diabetes.it een filmpje gemaakt. Ja, en als je een overview wil zien van alle pompreviews, dan kun je op ons YouTube-kanaal kijken. Oeh, kijk hem. Nice. Is die goed? Je moet de sticker zit een beetje. Hoe dan? Nou, dat gaat niet meer. Maar hoe zit dat nou zo? Stel dat je dat altijd zo zou dragen. Ja, dat weet ik niet. Je hebt te veel spieren hiervoor, vriend. Oneens. Dan schiet je meteen in je spier. Ja, ga je dan door te doen? Nee, maar dat is niet fijn. Dat zit niet fijn, dat doet pijn. Wacht. Als ik er niet aan... Goed zo. Ik zou hem als... Jij hebt zoveel spieren dat ik hem echt hier zou doen. Dat is wel een beetje vet. Bij mij maakt het allemaal niet zo maar uit. Maar ik zou het wel navinden als je hier zou zitten, man. Ja? Waarom? Omdat ik graag t-shirts draag. En t-shirts komen tot... Nou en? Het is niet alsof dat het pijn doet. Nee. Ja, als er een naald in zou zitten, dan bent wel... Ja, maar ik lig daar ook gewoon op als ik slaap, hè? Nee, dat is het wel niet, eigenlijk. Conclusie? Nee, het valt mee. Waarom heb je mijn trui aan? Nou, lieve kijkers. mijn zus heeft hele fijne oversized trui. Lekker warm. En ik had geen shirt aan toen ik hier kwam. En mijn zus zei, ik wil het wel filmen, maar je moet wel een shirt aan doen. Precies, wel een beetje beschaafd houden, hè? we willen wel YouTube-money's ophouden.